Ik wil met liftinkt gaan werken op transparante sheet. En ik heb geen idee of dat ook werkelijk gaat werken. Als het niet werkt, dan moet ik weer wat nieuws verzinnen. En dan doe ik het denk ik op transparante Jupo. Niet helemaal transparant heb ik liggen, maar een beetje crème. En ik wil namelijk deze erop maken. En pas daarna ga ik bepalen of die in een grote of een iets minder grote vignette tray komt. Dus de hoogte van mijn sheet is wel bepalend, want die bepaalt of ik een groot genoeg heb gekozen voor mijn bakje. Nou, de helft is enough. Dus ik ga hem eerst even doorknippen. Ik weet eigenlijk niet of met snijden of dat nou zo'n goed idee is. Dus ik knip hem even door. Dan heb ik een kwart A4'tje. En dan heb ik twee pogingen. Hoewel ik volgens mij nog veel meer sheet heb. En wat ga ik nu doen? Ik ga eerst hier een hele ondergrond op maken met alcoholinkt. Vrij donkere alcoholinkt. Dus ik heb al mijn alcoholinkt erbij gehaald. En ik ga niet één kleur gebruiken. Ik ben even aan het kijken waar de donkerste zijn. Oh, het kan ook leuk zijn om er wat pearl doorheen te doen. Kijk, espresso. Pitch black. Ginger. Ik wil echt een hele donkere hebben. En ik denk dat die lichter is. Ik kan het hier zien. Bedenk ik me ineens. Want ik heb ooit bloemetjes gekleurd. Dit is pitch black. Die is echt super. Koper. Sepia is dus ook vrij donker. Veel donkerder dan ginger en karamel. Dus dat betekent dat ginger niet meedoet. Nou, espresso is ook wel heel donker. Dus die twee mogen meedoen. Maar misschien toch ook sepia. En ik weet nog niet of ik dan durf met die. Maar misschien maak ik wel twee ondergronden. En dan kies ik de leukste, de mooiste, de beste. En ik wil er een blending tooltje bij. Dus ik heb ook viltjes. En straks komt die lifting pas. En wat heel belangrijk is, is dat ik blending solution erbij in de buurt heb staan. En iets om de zooi op te vangen. Dus de keukenrol is ook in de buurt. Nou, en wat ga ik nou doen? Ik ga gewoon lekker knoeien. En dat betekent dat ik er gewoon alcoholinkt op laat lopen. En dat ruik je stevig. Dus dat betekent wel dat je moet ventileren. En dat je er ook niet met je neus zo boven moet hangen. Want het kan niet gezond zijn dat we dit met z'n allen continu in zitten ademen. Kijk, nu heb ik een mooie pitch black ondergrond. En dan ga ik eens even testen wat er gebeurt als ik daar nog wat. Oeh, wauw. Oh, daar wil je mee spetteren, zie je? Ja, voor mijn doeleind is dit niet zo'n goed idee. Het is wel heel mooi. Je krijgt die raampjes erin. Dus ik kan kijken of ik die wat af kan zwakken. Die grote zijn eigenlijk te groot voor wat ik wil. Maar kijk, als ik dan het slaat gewoon op mijn keel. Een paar keer erop werk. Wat ik dan ook kan doen, en dan ga ik toch die, even kijken hoor, ik ga die smaller nemen. Hoewel mineral, ja, mineral is misschien nog leuker. En die moet ik even goed schudden. En dan ga ik die ook nog spetteren. Maar echt heel fijntjes spetteren aan de buitenrandjes. En dat ga ik met een klein kwastje doen. Even heel goed schudden, want daar zit parelmoer in. En dat betekent dat ik hieronder het laagje niet meer mag zien zitten. Want als ik dat nog wel zie, dan betekent dat dat de parelmoerdeeltjes niet goed gemixt zijn. Dan krijg ik niet wat ik hebben wil.
Nou, nu is het een gokje wat ik ga doen. Hij is mooi donker. I'm happy with that. En nee, ik werk meestal niet met dit soort dingen op de gewone manier. Oh, ik weet niet of je dit op de camera kan zien, maar dit is echt alsof het leeft. Kijk. Geen idee. Oh, dit wordt knoeizooi. Doe dit niet in je mooiste kleren. Of draag een schort. Ook weer niet te veel doen. Maar dit is mijn testfase. Zie je dat ze lichter worden? Ik laat hem gewoon stoppen. Ik heb veel te veel gepakt. Zonde, 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 zonde. En daarom pak ik meteen een nieuwe. En dan pak ik ook even een pincet. En zo zie je maar weer hoe fijn het is als je iets hebt liggen. Wat je al gebruikt hebt. Of althans wat je klaar hebt gelegd. En dan kan ik best nog wel een klein beetje erbij doen. En dan heb ik alvast een startje voor een eventuele tweede. Zo, dit moet even goed drogen. Dus ik zet voorzichtig de heat-tool er dadelijk op. Ik maak even de hele bende schoon. Niet te dichtbij met mijn heat-tool, want dan smelt de hele handel. Nou, dat was een flinke poetsklus. Maar ik vind altijd dat er een soort waasje van inkt overblijft. En een beetje ook vettig materiaal uit de blending solution. Dus ik wilde dat het lekker schoon hebben. Ik ga hem op een blok plakken. Hij is nog nooit gebruikt. Dus dat is in mijn voordeel. Anders moest ik hem eerst goed schoonmaken. En nou steekt er hier en daar een stukje uit. Maar dat is niet zo heel erg. Want het bovenstuk en het onderstuk wil ik niet gebruiken. Die ga ik afplakken. Even kijken hoe we dat hier doen. En zo. En dan ga ik met liftinkt werken. En dat kan ook met archival, maar dan werkt het minder goed dan met liftinkt. En dan zul je zeggen, waarom wilde je dit nou op transparant? Nou, daar kom je dan dadelijk wel achter. En ik heb hier mijn liftinktkussen. En ik heb geen idee of dit gaat werken. Dat is eigenlijk wel een beetje spannend. Gaat het werken om... inkt op te pakken. Maar dan moet ik er nog iets mee doen. Want ik moet ook even een watercolor papertje klaar hebben liggen. Want de inkt die ik optil, daarom heet het ook lift inkt. Ik til dadelijk mijn alcohol inkt met deze inkt van mijn alcohol inktvel af. En daarna kan ik de inkt die aan mijn stempel zit weer op ander papier stempelen. Nog een afbeelding. Geen idee wat ik daar ooit nog mee doe. Ik ken mezelf. Bij mij blijft dat dan liggen. Oké. Nou, spannend. Ik kan het maar één keer doen. Kan je zeggen, ja, dan kan je toch met je stamping platform. Dat heb ik al een paar keer gedaan met dit. Maar op een of andere manier werkt het niet. Ik heb ook schone doek neergelegd. En there we go. Want je mag dit poetsen. Ik weet niet eens meer wat precies de regels waren voor het poetsverhaal. Je moest geloof ik eerst een beetje dippen. Dus zie dit niet als het perfecte filmpje over hoe werkt liftinkt.
Ik heb me niet meer helemaal ingelezen. Staat het erop? Kijk, hier zit nu inkt op. Die druk ik hier af. Maar daar mag die al af. En dan heb je een droge doek nodig, zie ik staan. Maar ik ga gewoon poetsen. Kan mij het schelen. Yeah. Oh yeah. En er gebeurt hier wat ik wil. En weet je hoe je het nog beter ziet dadelijk? Als ik er iets lichts onder leg. Kan ik wel even doen. Kan wel even. Kijk, zie je het al beter? Oh, en dit is precies wat ik wilde. Want ik wil een soort röntgenfoto effect maken. En ik hou wel van skeletjes. Ik heb een aantal jaren alle anatomische modellen bij de opleiding fysiotherapie in Hogeschool Leiden beheerd. Ah, dat is ook gaaf. Dat is gaaf omdat de kleurtjes door elkaar zijn. Die moet ik dadelijk schoonmaken. En volgens mij moet ik die niet te lang mee wachten, want het is wel alcohol. Ja, en nu gaat het erom, kan mijn ideetje ook werkelijk? Want ik wil dat er een lampje achter komt wat de open ruimtes waar ik dus met lifting heb gewerkt, verlicht, waardoor je hem ziet. En ik wil hem op een boxje plakken. Nou, ik zie al lang dat hij op dit boxje moet, want die andere is veel te klein. Dus ik ga even mijn lampjes aandraaien. En deze doet het niet. Ik heb nog een lampje hier rond. Dus even kijk. Want wat gebeurt er nou als ik er een lampje achter zet? Nou, dan zie je heel goed het lampje, maar je ziet veel minder goed de afdruk. Dan moet ik eens even heel goed over nadenken wat ik daarmee doe. Nou kan je dat natuurlijk een beetje trucken. En ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Je kan natuurlijk de reflectie groter maken. Nu wordt het ingewikkeld. Misschien. Door er ook een wit velletje in te stoppen. Die ik eerst even op maat snijd. Eén, twee. Als je hier een velletje in legt, ga je hem beter zien. Ik denk niet dat je het op camera zo heel goed ziet. Mijn idee is eigenlijk om gaatjes te boren in die achterwand en meerdere lampjes erin te doen. Dus ik ga even kijken hoe ik dit aangepakt. Nou, en even naar de ruimte gelopen waar wij altijd de pakketten maken. Want als daar geen pakketten worden gemaakt, is dat ongeveer een bouwplaats voor ons. En ik heb dus in de vignetbox, en ze zitten er nu nog niet heel fraai in, gaatjes geboord. Hoe sloopt men een vignetbox? En nu heb ik die voor de achtergrond geprikt. En daar heb ik nu even provisorisch een randje voor gemaakt, zodat je het licht erachter hebt. En als ik hem er dan op leg, dan zie je hem heel mooi doorschijnen. Maar nog leuker is, als ik hier het licht uit doe, dat je pas echt ziet waar we het over hebben. Ja, en dan heb ik dus een X-ray box. En dat was nou precies wat ik wilde. Dus nu kan ik dit deel in elkaar gaan zetten. Twee stemmetjes. Veel mooier dan die flapjes net met een stukje tape.
vastgeplakt, steuntje eronder, gaatjes erin. Hier kunnen de lampjes in. Hier kan het skeletje bovenop. Dus het wordt al wat. En het enige wat ik nu ga doen, omdat ik wil dat dat randje niet zo doorschijnt, is dat ik dat randje donker ga schilderen. Dus op naar de black suit. Dit idee heb ik een beetje gepikt, want dit heb ik online bij iemand gezien vorig jaar. En ik vond dat zo gaaf om die bordjes op je werk te maken. Dus dat heb ik gepikt. En ik vind als je daar eerlijk en open over bent, dan is er niks aan de hand. En uiteindelijk worden dingen toch altijd wel weer jouw manier. Maar wat mij nu verbaast, is hoe precies die bordjes passen bij die stempel. Qua formaat. Het klopt helemaal. Het is precies de maat. Dus je zou bijna denken dat er bedacht was dat dat bij elkaar moest passen. Het enige wat ik voor op moet passen dadelijk is dat de boel gaat bobbelen. Omdat ik die bordjes eraan maak. Maar het wordt wel leuk. En dit is waksdraad. En omdat het waksdraad is, rafelt het niet zo uit. Ik kan het wel een beetje uitrafelen. Maar het laat niet los. De knoop houdt heel goed. De knoop schiet er niet meer uit. En dat komt door de wax die in het draad zit. Dus dit is een friemel, priegel, frutselklusje. Maar dan wordt het wel heel leuk. Zo. Dit is mijn basis. Dit gaat het worden. Ik ga een small tag gebruiken. Ik vind dit niet zo small, want er is ook nog een kleinere, maar goed. De vignetbox komt erop te staan met een vignetframe. Eerst dacht ik, ik maak zelf een framepje hier aan de rand. Maar toen deed ik de la open en kwam ik deze tegen en dacht ik, waarom moet je dat doen als het makkelijk kan? Ik heb ook al een leuk idee om de zijkanten te bewerken. Ik ga erop werken met gesso en met texture paste. En dan wordt het vast wat. Het enige wat ik nu eerst moet doen is hier de gaten aftekenen. Want de lampjes moeten ook door die tag heen. En dat doet hij niet als ik natuurlijk niet er gaten in maak. Dus ik ga even hier het middelpunt van elk gat aangeven. En dan kan die dadelijk lekker weer met de boormachine. Hij zit er echt zo, hè? Ja. Kan ik even weer aan de slag. En wat ik ook nog ga fabrieken is een randje hier en een randje daar. Want door het binden en het prikken erin wordt het geheel een beetje bobbelig. En boven en onder kan ik dat dadelijk goed vastplakken. Maar dan zie je dat hier de bobbels nog zijn. En als ik daar natuurlijk een mooi randje maak, wordt dat lekker stevig. Dus dat is wat ik ga doen.
Je ziet het. Inmiddels ben ik heel veel stappen verder. En de camera heeft een poosje uitgestaan. Ik ben hem vergeten op een gegeven moment, omdat ik gewoon zo lekker bezig was. Maar het was ook op een gegeven moment donker. Dat heb ik opgelost, want er komt een nieuwe lamp aan. Maar het lekker bezig zijn is mijn doel van mijn tekst. Dus dat er ergens een keer iets niet op film staat, kan ik zelf niet mee zitten. En ik weet dat er mensen zijn die heel graag stap voor stap dit willen zien, omdat ze hem na willen maken. Daar heb ik maar één advies voor. Gebruik je eigen fantasie. Maak niet altijd alles maar na. Doe ook iets voor jezelf. Nou, wat is er inmiddels allemaal gebeurd? De achtergrond had ik bewerkt met texture paste, met grid paste in deze. En daardoor heb ik zo'n mooie ruwe achtergrond gekregen. En toen die droog was, is die geverfd met black soot. En daarna heb ik aan de randen met crayon, en dat was de antique bronze, de rand ingesmeerd en mooi uitgewerkt. Ik vind de achtergrond zelf echt heel gaaf. Dit is het nieuwe Tim Holtz stencil. Ik heb hem hier niet heel dichtbij liggen. Ik denk dat hij bij de wasbak ligt. Hij is mega super gaaf. Verder heb ik het kastje helemaal beplakt. En daar zijn ook alle onderdelen. Je hebt het vast wel gezien dat ik dit geschilderd had. Dit is gestanst uit een 3D stans. En dit was ook geschilderd in Brush Pewter, het zilver tintje. En dat heb ik ook allemaal met crayon bewerkt. Niet alleen met antiek brons, maar ook met vintage photo, ground espresso. En vooral heel goed uitvegen, uitwerken. En dan krijg je dat supermooie effect op de zijkanten, maar ook op het frame. Toen ben ik naar mijn hoofdjes gegaan, want ik had al een plankje gemaakt. Dat plankje is ook in de verf gegaan. Daar is ook weer crayon overheen gegaan. Ik heb een bordje gemaakt en toen heb ik 6 kopjes op een rij gezet. Want mijn grapje hierin is, als je op de röntgenfoto gaat, zet je hoofd af. Ja, en hier staan er nog een aantal. Die zit vastgelijmd. Daarachter zit Mummy Claws. Dat is echt super gaaf spul. Als je dat nog in je handen kunt krijgen, moet je het zeker grijpen. Even kijken of ik hem neer kan leggen. En tot slot heb ik lettertjes gekleurd. Lettertjes uit deze set. Die heb ik eerst geverfd. Daarna heb ik er crackle texture aan de bovenkant op gedaan en embossing poeder laten drogen. Dan zie je al dat de barsten erin komen. En vervolgens kun je dan je embossing poeder smelten, waardoor je heel mooi crackletjes in je letters krijgt. Niet bij allemaal evenveel, maar dat vind ik nou juist super gaaf. En toen heb ik ze opgeplakt. En kijk, ze staan echt los. Ze zitten vanaf de achterwand op het randje. Dus daarachter kan ik nog een heleboel extra schedeltjes gaan plaatsen. Ik ga hem heerlijk afmaken. En dan krijg je uiteraard alle details nog te zien. En ik weet niet precies hoeveel ik ervan op film ga zetten. Want ik vind het eigenlijk ook wel lekker werken als af en toe de camera niet aanstaat. En de details zijn altijd veel lastiger om te laten zien. Dus die kan ik veel beter laten zien als ze af zijn. Nou, daar staat hij. En ik geloof dat ik tevreden ben. En ik ga hem even los uit het handje filmen, want hij kan eigenlijk niet meer zelf staan. Dat komt door de achterkant, want als ik hem even omdraai, dan zie je dat alle uiteinden van de lampjes, en daar hangt zelfs nog een sterretje aan van een lantaarntje, waar ik hem uitgesloopt heb.
Die steken uit, dus hij kan niet meer zomaar liggen of staan. En ik wil ook niet dat hij omvalt, want hij is best wel zwaar geworden door alles. Onderin heeft hij heel mooi zijn plankje met koppies. En hier is de achterkant met Mr. X-Ray. En bovenop de hoofdjes. En die heb ik erop geplakt met Mummy Claws. Gewoon met het lijmpistool alle kopjes een beetje distress crayon geven en dan uitvegen met een vochtige vinger. En hier zie je de letters heel goed. En het enige wat ik nu nog moet proberen is kijken of ik het nog een keer kan filmen terwijl het lampje aanstaat. Maar daar moet het dus donker voor zijn. Dus daar moet ik even tot vanavond voor wachten. Yeah, hier is de Cray Man. En in donker kun je het allemaal moeilijk zien. Maar je kunt wel goed zien hoe de lampjes branden.